Gemeente West Maas en Waal is niet blij met het bezoek van Bob de Sloper aan de carnaval. Zo melden zij op sociale media. In de gemeente is tijdens de carnaval veel schade aangericht. Zowel in de openbare ruimte als bij particulieren. De schade is zelfs groter dan tijdens de jaarwisseling. De gemeente noemt dit jammer, omdat het de burger veel geld kost en soms ook gevaarlijke situaties oplevert. Zo zijn bijvoorbeeld paaltjes weggehaald die gevaarlijke bocht aangeven, maar ook plaatsnaamborden in de sloot gegooid, palen uit de grond getrokken en verkeersborden dubbelgevouwen of omgedraaid. De rechtbank in Arnhem veroordeelde maandag een 25-jarige man uit Groesbeek voor een groot aantal strafbare feiten. Waaronder aanranding van een minderjarig meisje in een lijnbus in Nijmegen. In de vrijwel lege bus ging hij zitten naast een destijds 17-jarig meisje, drukte haar tegen het raam en ramde haar aan. Behalve de aanranding van het meisje wordt de man ook veroordeeld voor het beledigen van de buschauffeur en toen hij uit de bus was gezet, het bedreigen van twee opgeroepen BOA's en het mishandelen van één van hen. Ook de politie moest het ontgelden, die kwam om de man aan te houden. Hij krijgt een celstraf van 4 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Wandelaars lopen massaal warm om van start te gaan in de 106e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Nooit eerder schreven op de eerste dag van de kaartverkoop zoveel mensen zich in. Op de eerste dag werden ruim 15.000 enthousiaste wandelaars succesvol ingeschreven. Dit aantal inschrijvingen op de eerste dag betekent een historisch hoogtepunt voor de Vierdaagse. Het oude record 2019 verdwijnt uit de boeken. Toen werden op de eerste dag ruim 13.000 deelnemers geregistreerd. Op dit moment kan iedereen zich inschrijven die al eens eerder succesvol de Vierdaagse heeft uitgelopen. Of is geboren tussen 2006 en 2012. Apotheek Midden-Betuwe krijgt definitief een vestiging in het nog te bouwen multifunctioneel centrum Wanmolen in Zetten. Meldt de gemeente over Betuwe, die daarover met de apotheek een overeenkomst heeft gesloten. Het MFC Wanmolen is medio 2026 gereed en zal ook ruimte bieden aan huisartsencentrum Zetten Herveld en verloskundige praktijk Buik, Baby, Borst.